Welkom bij deze Engelenboodschap voor dinsdag 8 oktober 2024. We gaan vandaag beginnen met een boodschap van het dierenorakel. En we hebben de slang die naar voren komt voor dinsdag. Kaart nummer 50. En 50 vereenvoudigd 5 is een kaart van verandering. Tijd om te helen is de boodschap. En ik zet hem hier neer. Ik ga die er voor jullie bij nemen, de boodschap. Universum, wat is... wat is de boodschap voor aankomende dinsdag met deze kaart nummer 50, de slang? Op bepaalde momenten hebben we allemaal behoefte om te helen en wanneer de spirit van de slang arriveert, weet je dat het tijd is om te herstellen en te vernieuwen. En om jezelf en je kwetsbare hart weer heel te maken. Je moet goed voor jezelf zorgen en onderhoud plegen zodat je vitaliteit kan toenemen. Geef jezelf de ruimte om je welzijn te voeden. Om vriendschappen en relaties te doen werken is kwetsbaarheid nodig. En dat betekent dat je soms emotioneel zal zijn. Wees nu aardig voor jezelf en voor anderen. Laat het verleden schieten en vernieuw jezelf, want je energie neemt nu steeds meer toe. Dit is een goed moment om al het werk te eren dat je hebt gedaan om te helen en te groeien. Sta en stil bij de moeite die het heeft gekost om beschadigingen uit het verleden te herstellen binnen jou. Binnen degene van wie je houdt en binnen je gemeenschap. Vier, gezamenlijk hoe ver jullie zijn gekomen op deze helende reis en wat jullie allemaal voor elkaar hebben gekregen. Bevrijd jezelf van alles dat je welzijn, je voorspoed, je positieve relaties en welbevinden niet langer steunt en stel je open om weer heel te worden. En de beschermende boodschap van deze kaart, wat je ook mag hebben verloren of hoe teleurgesteld je ook bent, deze kaart vraagt je om het verleden te laten rusten en jezelf nu volledig te accepteren zoals je bent. Alleen door jezelf te vergeven kun je verder. Ook al is een ander er misschien nog niet klaar voor om te helen. Wanneer je nieuwe, tere huidje voor het eerst bloot komt te liggen, kan dit pijnlijk zijn en ongemakkelijk voelen. Maar heb jezelf lief en blijf kwetsbaar. Je bent zwak geweest, maar nu ben je sterk aan het worden en word je wijzer. In de toekomst ga je het alleen nog maar beter doen. Deze kaart herinnert je eraan dat harten gemakkelijk kunnen worden gekwetst, maar dat verontschuldigingen en boetedoening veel goeds doen. Wanneer je jezelf vergeeft voor de rol die je hebt gespeeld, kan dit jou helpen om te helen. Bedenk dat degene die pijn is gedaan vaak het beste uitgerust is om anderen te helpen helen. Wauw, mooie boodschap. En het komt eigenlijk ook een beetje overeen met die boodschap die we hadden voor maandag. Ben lief voor jezelf en ook het stuk vergeving was iets wat in die maandag reading terugkwam. Dus we gaan de kaarten erbij nemen. Ja, kijk, hier hebben we het gebroken hart, het pijn, de verdriet, teleurstellingen. Die emotionele bagage die je nog steeds met je meedraagt. Als algemene energie. En ook die emoties omtrent die zware 3 wat we hier hebben liggen. Dat kan iets zijn wat sterk speelt, naar boven komt, emotioneel zijn, universum. Wat mag er naar voren komen voor dinsdag? Voor het grote collectief. Voor dinsdag, 8 oktober, dankjewel. Ja, ik zie de pentakels 5. Kijk, we hebben de koningin van pentakels. Stier maakt steenbok energie. We hebben de pentakels 5. Ja, dit is een gebrek aan iets. Het kan financieel zijn. Het kan te maken hebben met je zekerheid, je stabiliteit, die basis. Je dagelijkse leven met de koningin van pentakels. Er kan onzekerheid zijn over je onzekerheid, over je zekerheid. Als dat zo duidelijk is. Over je stabiele basis. Over je financiën. We hebben een koning van zwaarden. Dit kan iemand zijn die een soort van... waar je een gesprek mee zult hebben. Of heel serieus over dingen zult hebben. Die koning van zwaarden, het kan iemand zijn die buiten jou... dus niet een direct... directe geliefde of iemand in je omgeving, maar het kan iemand zijn die een soort van advies geeft of waarmee er officiële communicatie plaats gaat vinden. Tweelingweegschaal Waterman.
Dit is ook iemand die heel objectief de dingen ziet. En die koningin van munten is ook iemand die heel erg geaard is. Down to earth. De feiten ziet zoals ze zijn. Een hele liefdevolle, koesterende koningin. Staat ook voor groei. Maar bij zichzelf blijven. En onder op het dek hebben we de Pentakels 10. Ja, dit is happily ever after. Stabiliteit, zekerheid, familie. Wat centraal staat. Met de Pentakels 10. En ook weer die zekerheid, die stabiele basis. Iets opbouwen. Iets wat je na kunt laten aan kinderen, kleinkinderen. Betrouwbare relaties. Het heeft te maken met echt je omgeving. De mensen om je heen. Het alledaagse leven. En het is een kaart van rijkdom, van voorspoed. Maar met die munten 5, is er iets wat dat belemmert? Heb je misschien te maken gehad met een verlies met die pentakels 5? Kijk, onder die pentakels 10 zie ik hier de kelken 10. En die 10 hebben ook te maken met een einde van een situatie. Maar dit zijn de twee positieve 10. Dus dit is het happily ever after. De best mogelijke uitkomst. Balans met de pentakels 2. Universum, waarom ligt hier die pentakels 10? Kijk, en we hebben hier weer onder het volgende dek ook die koning van zwaarden. Dus dit is wel een dubbele confirmatie dat we twee keer die koning van zwaarden hebben. Dus er kan inderdaad gesprekken plaatsvinden aankomende dinsdag. En het kan dus zijn met een officieel iemand of een serieus gesprek waarin bepaalde feiten besproken worden. Keuzes die er gemaakt gaan worden, een strategie bepaald wordt met die koning van zwaarden. Iemand die je advies geeft. Iemand die ook verstand heeft van hetgeen waar je het over hebt. Dit is iemand die weet waar hij het over heeft. Die koning van zwaarden is ook iemand die komt met een plan voor de toekomst. Universum, waarom ligt hier de pentakels 10? Pentakels 10. En jij wil voor jezelf een zo praktisch mogelijke stappen zetten, de beste keuze maken. Want dat is wat de koningin van Pentakels doet. Heel praktisch nadenken, hoe kan ik bepaalde veranderingen of stappen zetten die ook praktisch zijn. Praktisch inzetbaar zijn. Of hoe kan ik het combineren met alles, met mijn dagelijkse leven, met die koningin van Pentakels. Waarom ligt hier de Pentakels 10, universum? Waarom ligt hier de Pentakels 10 als algemene energie? Dus het thema voor die dinsdag is inderdaad je stabiliteit, je dagelijkse leven, je familie, je relaties. En dit zijn stabiele relaties, betrouwbare mensen die je om je heen hebt. Rijkdom, welzijn. Ja, een gevoel van alles is oké. Waarom ligt hier die pentakels 10? Waarom ligt hier die pentakels 10? De keizer. En dit kan te maken hebben met een vaderfiguur. Ramenergie. Waarom ligt hier de pentakels 10? Pentakels 10. Ook die keizer kan weer iemand zijn die voor een officiële instantie werkt, besluiten neemt, de leiding, iemand met een leidinggevende functie. Dit is iemand die ook controle heeft. Maar ook heel strategisch kan zijn. Universum, waarom ligt hier de pentakels 10? Dus het kan iemand zijn die jou advies geeft met die koning van zwaarden om een zo best mogelijk uitkomst voor jezelf te creëren. We hebben hier de duivel. Verslavingen, ongezonde patronen. Bepaalde overtuigingen die misschien losgelaten moeten worden. Want de keizer kan ook iemand zijn die het echt op zijn manier wil. Waarom ligt hier die duivelenergie, steenbok?
de zegenwagen. Ja, dus er wordt iets besproken waardoor je bepaalde dingen die op dit moment blokkeren, of die op dit moment zorgen dat er geen groei kan zijn, dat je in die pentakels 5 energie zit, dat zijn die blokkades, datgene wat ja, losgelaten moet worden, of achtergelaten, een probleem kan het zijn, een obstakel. En iemand kan je inderdaad richtlijnen geven of handvaten aanbieden van hoe kun je van die duivelenergie naar die pentakels 10 energie komen. Want dit is een kaart van beweging. Actie ondernemen, snelle energie. Ja, beweging, onderweg zijn. Universum, waarom ligt hier de duivel? De pentakels 5 weer. Ja, dat is het onzekerheid. Ik heb ook het gevoel dat, met die zwaarder 8 wat we in de maandagreading zagen. En ik zag hem net weer. Er is een bepaalde onzekerheid. Dit is ook twijfel aan jezelf. Van gaat het me lukken? Gaat het me lukken om dit te overwinnen? Gaat het me lukken om tot die pentakels 10 en die kelken 10 te komen? Kijk, en deze mensen zijn ziek. En voelen zich niet goed genoeg om naar binnen te lopen in de kerk. Ze voelen zich buitengesloten, eenzaam. Er is iets wat op dit moment niet goed loopt. Of ja, waar je down over voelt, een verlies. Een blokkade. Iets wat tussen jou en je geluk of je stabiele basis in staat. Iets wat dat belemmert. En ik heb het gevoel dat er communicatie gaat plaatsvinden waardoor je weer vooruit kunt gaan met de zegenwagen. Of waardoor je dit kunt overwinnen, kunt verslaan. Kijk, transformatie. Weer die doodkaart. Waarom ligt hier de koningin van pentakels? De koningin van pentakels. De koningin van pentakels. De zwaarden 4. Helen. Dus het kan ook met gezondheid te maken hebben. Dit is een kaart van helen. Dit kan een kaart zijn van mentaal uitgeput zijn en meer rust moeten nemen. Meer slaap. Dus voor sommigen van jullie is dit ook een boodschap van het universum van ja, het praktisch zijn met die koningin van munten. Het kan ook te maken hebben met plannen of inderdaad de stappen zetten, de keuzes maken, waardoor je ook meer rust krijgt. Dus ook echt voor jezelf bepalen van bijvoorbeeld, ik ga om 10 uur naar bed. En zodat je voldoende nachtrust hebt, zodat je uitgerust bent. Dit is ook een kaart van overdenken. Tijd nodig hebben om ergens over na te denken. Om de juiste weg te vinden, de juiste inzichten te krijgen. Dit is een kaart van meditatie. Dus ook je rust nemen, mediteren. Waarom ligt hier die koningin van pentakels? Want de koningin van pentakels zorgt niet alleen goed voor alles en iedereen om zich heen. Is heel verantwoordelijk, maar zorgt ook goed voor zichzelf. Waarom ligt hier die koningin van pentakels? Ook datgene wat dinsdag wellicht naar je gecommuniceerd wordt. Dat is iets waar je ja, heel praktisch even de tijd voor moet nemen om daarover na te denken. Waarom ligt hier die koningin van pentakels? Ja, wat is het beste voor mij? En die koningin van pentakels komt voor deze keizerin. De keizerin heeft te maken met de geboorte van iets nieuws. Een nieuwe start, daar de actie op ondernemen, nieuwe plannen. Dit kan ook te maken hebben met, zoals ik zei, je financiën, je carrière, je werk. En daarin een nieuwe start of nieuwe plannen bedenken met die zwaarde 4. Iets wat groei, ontwikkeling
brengt met de keizerin. Want de keizerin staat voor groei, ontwikkeling, iets koesteren. Het heeft ook te maken met de geboorte van iets nieuws. Maar het kan ook te maken hebben met daadwerkelijk de geboorte van een kind, een zwangerschap. Uitbreiding, vermeerdering. En ze weet wat ze waard is. En met die pentakels 5 hier heb ik het gevoel van, ja, de twijfel aan jezelf is ook iets wat hier een rol speelt. Onzekerheid. Een bepaalde situatie kan je ook echt onzeker maken. En het gevoel geven van, ja, twijfelen aan jezelf. Negatief denken. Waarom ligt hier die pentakels 5? Want de pentakels 5 is ook een kaart van focus je niet op alles wat er mist, of op het gebrek, of op je minder goede kanten, maar focus je op het positieve. Focus je op datgene waar je wel heel goed in bent. Of focus je op mogelijkheden die er wel zijn. Waarom ligt hier die pentakels 5? De pentakels 5. De schildknaap van zwaarden. Dus ook weer een bericht, communicatie. Waarom ligt hier de pentakels 5? En dit is ook een kaart van kritisch zijn met die schildknaap van zwaarden. Waarom ligt hier de pentakels 5? Maar ik zie wel dat je echt die leiding, die controle gaat nemen met de keizer en die zegenwagen. Je hebt zoiets van, kom maar op, ik ga die duivel hier verslaan. Waarom ligt hier de pentakels 5? En zoals ik ook tijdens de maandag reading zag, ga je zelf ook naar informatie zoeken. Met die schildknaap van zwaarden. Dit is iemand die op onderzoek uitgaat. Iemand die de details wil weten. Waarom? Want je wil een objectief beeld hebben. Met die koning van zwaarden. Dit is iemand die het hele plaatje ziet. Overtuigd is door de feiten die er zijn. Waarom ligt hier de pentakels 5? Dus je wil ook alle feiten weten over iets. We hebben de doodkaart, transformatie, verandering. We hebben de kelk en aas met de pentakels 10 weer onder op het dek. En de ridder van kelken. Waarom ligt hier de schildknaap van zwaarden? De keuze, de geliefde kaart. En het kan met liefde te maken hebben. En met de keuzekaart maak je dus een keuze uit 2 of een keuze vanuit het hart. Maar om die keuze te maken, om volledig achter een keuze te staan, heb je meer informatie nodig. Heb je meer details nodig. Alvorens je ergens echt bij neer te kunnen leggen. Het moet praktisch. Ja, je wil. Die koningin van pentakels maakt volwassen keuzes. Niet zomaar iets vanuit een soort van passie. Maar nee, het moet inderdaad praktisch en pasbaar zijn. Je wil alle details weten. Ja, voordat je inderdaad een oordeel, een keuze kunt maken. Wat is de best mogelijke uitkomst? Hoe kan ik daar komen waar ik naartoe wil? Hoe kan ik het succes behalen? Er is iemand die wacht tot zijn succes binnenkomt. Nog een afwachtende houding.
Maar ik zie dat er iets komt, een manier of een mogelijkheid waar je dus de actie op gaat ondernemen. De keuzes in gaat maken. En wat meteen ook een hele snelle beweging brengt in een situatie. Ja, want iets drukt als een zware last op je. Waarom ligt hier de koning van zwaarden? En dat heeft te maken met die zwaarden 3 wat we hier hebben. We hebben de hoge priesteres en die zag ik ook tijdens het voorschudden. Vertrouwen op je intuïtie. Maar ook iets wat misschien gecommuniceerd wordt, is nog wat mysterieus, wat vaag voor je. En je hebt er een bepaald gevoel over met die hoge priesteres. Dit is vissenenergie. Je hebt misschien het gevoel van, ja, er worden toch wat dingen achtergehouden ook. Waarom ligt hier de koning van zwaarden? En je wil het naadje van de pet hiervan weten. Alvorens een besluit. Ja, dit is iemand die het kristalhelder ziet. Dit is gerechtigheid, gelijkwaardigheid, balans. Dit kan te maken hebben met contracten. Met wettelijke zaken. Waarvoor getekend moet worden misschien. Maar daar is nog iets wat nog niet helemaal helder is. En je wil de volledige waarheid ook. Kijk, we hebben weer de zwaarde 3. En we hebben de gehangene. Iets vanuit elke ooghoek bekijken alvorens dat je een bepaald risico gaat nemen, een bepaalde stap gaat zetten. Dus er kan je ook gevraagd worden aankomende dinsdag om een bepaalde keuze te maken of een bepaalde stap te zetten waar je nog je twijfels over hebt, waar je nog meer informatie over wil krijgen, meer details. Maar dus wel ook een soort van samenwerken. Dus we gaan het samen doen. En het kan zijn met de persoon die, waar je mee zult communiceren. Aankomende dinsdag. Iemand geeft je, ja, zoals ik zei, handvaten. Of manieren, oplossingen. Om die duivelenergie, wat dat ook is. Want die duivelenergie kan voor iedereen wat anders zijn. Kan zijn bepaalde patronen, verslavingen, ongezond gedrag. Waar je aan blijft vasthouden, wat je blokkeert om vooruit te komen. Het kan zijn, het kan met je gezondheid te maken hebben. Het kan te maken hebben met verslavingen of ego. Of onzekerheid en angst. Ja, dus dat is de boodschap. En als het resoneert, dan laat het me zeker weten. Het is tijd om te helen. En ik wens jullie een hele mooie dag toe. En tot morgen. Dag!